Ron Vlaar, je hebt voetbalclubs en voetbalclubs, maar dit is een voetbalclub, hè? Ja, absoluut. Als je om je heen kijkt nu, ook in het stadion, dat is natuurlijk geweldig. De eerste indruk is geweldig. Wat kan je nog meer vertellen over jouw eerste dagen hier? Nou, die waren vrij druk. Ik moet zeggen dat een hoop dingetjes die geregeld moeten worden. Allemaal nieuwe indrukken die je krijgt. Dus het was elke avond vroeg naar bed. Heb je al getraind? Heb je al kennis gemaakt met de mensen die van de club? Ja, de eerste paar dagen heb ik apart getraind met de fysieke trainer. En gisteren en vandaag met de groep. En morgen is de eerste wedstrijd. Dus daar kijk ik wel naar uit. Nottingham Forest uit, altijd lastig. Ga je spelen? Ik zit bij de 18, dus ik hoop wel dat ik ga spelen en ik verwacht het ook eerlijk gezegd wel, ja. Heb je je inmiddels ook verdiept in de historie van deze geweldige club? Want dat het een geweldige club is, dat is wel duidelijk als je hier staat. Ja, het is een hele grote club en ze hebben ook een hele mooie geschiedenis. Ze hebben de Europa Cup 1 gewonnen in de Kuip. Dus dat zijn natuurlijk wel leuke dingetjes die je dan meeneemt en waar je dan aan denkt. Ja, verder, deze club is denk ik qua, als je kijkt naar de supporters, ook wel vergelijkbaar met Feyenoord. Als je nou hier staat en je kijkt zo om je heen, dan kan je toch maar één idee hebben van ik heb het juiste gedaan? Nou, ik ben heel blij om hier te zijn en ik kijk erg uit naar de Premier League, naar de spitsen waar je tegen komt te spelen. Nou, ik merk al op de training dat de tempo veel hoger ligt, dus dat is gewoon aanpoten. Maar ik heb met Karim gesproken en als je ziet hoe snel hij dat opgepakt heeft en mezelf kennen, dan gaat het helemaal goed komen. We hebben fans gesproken hier vanochtend. Die zeggen Karim is fantastisch en wij geloven ook in Ron. De Nederlanders doen het goed hier, hè? Ja, Karim is dan misschien een halve Marokkaan, maar toch? Nou ja, mensen zijn enthousiast en dat is altijd prettig als je ergens binnenkomt. Dus ik kijk erg uit naar de wedstrijden en hoe het dan hier op de tribunes ook zal zijn. Je hebt je familie meegenomen. Hoe ga jij ondersteund worden? Blijven er mensen hier of ga je hier alleen wonen? Nou, dat gaat allemaal volgen, maar ik weet zeker dat er vaak mensen over zullen zijn. En dat, ik vind het belangrijk dat ze er vandaag zijn. Het is voor mij een mooi moment, maar ook zeker voor mijn familie en een paar vrienden. Want ja, goed, ik weet dat ze trots op me zijn en ik ben ook trots op mezelf. Maar ik had het zonder hun nooit gered en dan wil je zoveel mogelijk mensen daar, dat ze daarin mee kunnen delen. Je gaat zo de fans ontmoeten op eigen verzoek, hè? Dat klopt, maar ook niet helemaal, want ik wilde graag dat mijn ouders hier zouden zijn. Op het moment dat ik mijn contract ging tekenen. En dat zou eigenlijk dinsdag zijn. Maar toen hadden ze zelf iets op vrijdag gepland. Nou, dus daarom zijn ze er vandaag. En dat er dan ook iets met de fans zou zijn, dat is erbij gekomen. Maar dat is hartstikke leuk, daar kijk ik erg naar uit. Ja, de fans ook, kan je dat voorstellen? Geeft ook aan hoe het leeft hier. Er staat een aardige rij over de fans door. Ja, nee, dat is hartstikke leuk. En wat we met Feyenoord hebben bereikt vorig jaar... Met name. En de wisselwerking in de wedstrijden, ook met het publiek, ja, dat maakt je gewoon heel erg sterk. En ja, dat is gewoon heel belangrijk voor een elftal. En ja, goed, het zou heel mooi zijn als we dat zelden hier kunnen bereiken. Het feit dat jij op de EK tegen grote spelers hebt kunnen spelen, geeft dat jou hier een besef van ik kan het aan wat hier gaat gebeuren het komend seizoen? Ja, ik heb daar heel veel vertrouwen in. Ik weet wat ik kan. Ik weet ook wat ik niet kan. Dat is heel belangrijk. Ja, en het is gewoon zaak om hier, ik zeg het altijd, door te knallen. Kijk eens om je heen. Wat is nou het eerste dat in je opkomt? Van je gaat hier wedstrijden spelen, het zit hier vol 40.000 mensen. Wat is je gevoel? Deel het eens met ons. Ja, wat is mijn gevoel? Kijk, het is een heel mooi stadion, het is een geweldig stadion. Alleen ik wil het vol zien en dan mag je me bellen.